Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe video van Matrax. We gaan vandaag feedervissen onder echt winterse omstandigheden. Het is de hele week al onder nul buiten en op het moment zelfs min 5. We gaan in deze video laten zien welke aanpassingen ik doe aan mijn lokvoer vergeleken met wat warmere periodes. En aan de hand van een kijkersvraag uit de vorige video gaan we ook wat dieper inzoomen op de montage. Inmiddels heb ik de stekker uitgepeild. Voer zit in de korf. Ik heb er zin in. Veel plezier met kijken. Nou, de stekkers zijn uitgepeild. Ik ga vissen op 16 en op 30 meter. De stek op 16 meter ga ik voorzichtig aanvoeren. Twee korfjes met alleen voer en een heel klein beetje kleine maatjes. Ik doe bewust gewoon alleen maar twee korfjes, omdat het echt super koud is. Ik verwacht dat de vis weinig beweegt en dat het zomaar behoorlijk lang kan gaan duren voordat je vis gaat vangen in deze omstandigheden. Dus twee korfjes, vol met voer, een paar enkele maatjes op 16 meter. Daarna ga ik vissen op de lange lijn. 30 meter ga ik direct vissen met een standaard model cage feeder. Ik ga aan het begin de korf zo'n 5 minuutjes laten liggen, dat die mooi rustig leeg kan lopen. En dan om de 5 minuten ingooien. Dat doe ik een keer of 5. En vervolgens ga ik hem wat langer laten liggen, kijken of ik een beetje krijg. We gaan beginnen. Nou, we zijn inmiddels een goede 2,5 uur onderweg. Oh. Dit is de eerste vis die van de lange lijn komt. Oh. Even de hengel weg. Nou, ik heb eerst een uurtje op 32 meter gevist. Niks gevangen, toen teruggegaan naar de 16 meter lijn. Nou, daar duurde het ook een half uurtje voordat ik mijn eerste vis ving. Vervolgens een half uurtje later de tweede. En net weer eventjes teruggeschakeld naar de 32 meter lijn en nu een mooie winterse brasem. Dus gaan we erin gooien en op voor de volgende. Ik ga jullie nu laten zien welke aanpassingen ik precies in mijn voer ga doen voor deze winterse omstandigheden. Ik ga in de basis hetzelfde voertje gebruiken wat ik een aantal maanden geleden hier op het kanaal ook gebruikt heb tijdens warmere temperaturen. Met een paar aanpassingen om het voer wat schraler te maken. Ik begin weer met 3 delen paneermeel, een deel koekjesmeel, een deeltje maïsmeel en een deeltje polenta. In mijn vorige video over kanaalvis hier heb ik wat meer uitleg gegeven over de ingrediënten. Wil je nou eens terugzien? We plaatsen onder deze video de link van de vorige video. Dan kan je die nog eens terugkijken. Een deeltje wafelmeel gaat er nog in. Tot zover heb ik 3 delen paneermeel, een deel koekjesmeel, een deel maïsmeel, een deel polenta en een deel ijswafelmeel. Tot zover zitten we precies hetzelfde als mijn vorige mix. Ook gaat er weer wat collant door het voer. Alleen om het wat minder verzadigd te maken, neem ik nu een half deeltje collant en een half deeltje molasse. Het zijn beide vrij voedzame ingrediënten. En omdat het echt super koud is de hele week, verwacht ik dat de vis niet actief is. Dus nemen we eigenlijk dezelfde mix als vorige keer. Behalve dat we de molasse en de collant
een half deeltje doen. Ik ga straks ook wat leem aan het voer toevoegen, om het voer nog schraler te maken. Daardoor zal het voer wat vaster in de korf komen te zitten. En om dat te voorkomen, voeg ik nu een deeltje toastmeel toe. Dat heeft de eigenschap dat het voer wat makkelijker uit elkaar komt. Dus het maakt het voer wat losser, zodat het in combinatie met de leem nog wel uit de korf komt. Daarnaast voegen we weer wat koriander toe. 1, 2, 3. En we doen gewoon lekker een extra schepje erin vandaag. 4. Ik heb het voer nu vochtig gemaakt, een kwartiertje gewacht en nog een keer wat vochtig gemaakt. Dus eigenlijk is het perfect om te gaan gebruiken. Alleen wil ik wat leem gaan toevoegen nog, om het voer extra schraal te maken voor de winterse omstandigheden. Nou, hoe doe je dat? Eerst ga ik het voer even door een zeef halen. Ik ga de fijne insert gebruiken. Zo. Qua leem zijn er verschillende soorten. Ik heb hier Terre de Somme. Er is ook een zwarte variant van. Ik gebruik nu de gewone neutrale leemkleur. Die leem heb ik best wel een tijdje staan, dus hij is aardig droog geworden. Wat is nou belangrijk als je leem aan de droge kant is, is dat je je voer wat natter maakt, zodat de leem je voer weer opdroogt eigenlijk. Wanneer je de leem droog zou toevoegen aan je voer en later water wil toevoegen, dan krijg je echt een kliederzootje. Het gaat heel snel klonteren en dat is niet handig. Dus eigenlijk is mijn voer nu goed om te gebruiken. Mocht ik geen leem toevoegen. Maar omdat ik dus wat leem toe ga voegen, maak ik eerst mijn voer eigenlijk iets natter dan dat ik hem normaal zou willen gebruiken. Nou, hier ga ik dus 2 cupjes leem aan toevoegen. Die strooi ik er overheen. En dan ga ik hem even goed doormengen. En dan ga ik hem nog een keer door de zeef doen. Ik gebruik de fijne insert weer. Om te zorgen dat alle klontjes weg zijn. Het resultaat is een prachtig schraal viervoertje. Teruggeschakeld een korte lijn, een half uurtje gevist en eigenlijk uit het niks. Prachtige vis. Duurt best wel lang, de tussenpoten zijn best wel lang, dus eigenlijk is het vis voor vis, maar het zijn wel echt prachtig gave vissen. We zetten hem weer gauw terug, want hij heeft het koud. De montage welke ik vandaag gebruik is een paternoster systeem. Deze maak je door een lus te maken in het nylon van zo'n 10 centimeter en daar je wortel in te hangen. Het uiteinde knip ik zo af dat hij net onder de korf komt hangen. Hierdoor krijg je een mooie afhouder van nylon. Aan het einde een simpel knoopje. Achter dit knoopje hang ik de onderlijn. Welke zo'n 75 centimeter is, voorzien van een licht haakje, maatje 16 of 18. Nou, ik heb hier de zijlijn met het knoopje aan de onderkant. Neem de onderlijn, die doe je door het lusje van de onderlijn zelf. Dus je maakt eigenlijk een stropje.
Vervolgens neem ik de zijlijn met het knoopje. Dan gaat door het lassootje wat ik net gemaakt heb. En ik trek, of eigenlijk strop, het onderlijntje op de lijn. Vervolgens schuif je hem tegen het knoopje aan en hij zit perfect vast. Een hele subtiele manier, zonder al te veel knoopjes, om je onderlijn te bevestigen. Op de spoel zit 22 of 24 honderdste nylon. Ik vis vandaag met nylon omdat het onder nul blijft. Hierdoor krijg je vaak ijsvormingen in je top. Dus ik wil sowieso geen voorslag gebruiken. En het voordeel van nylon is nog meer dat het geen water opneemt. Dus je lijn zal minder snel op je spoel vast gaan verliezen. Qua hengels gebruik ik zowel kort als op 30 meter de Horizon X-Class. Dit doe ik omdat ik vandaag ook met leem in de voerkorf vis. Waardoor je toch wel wat zwaarder zit te vissen dan normaal gesproken zonder leem in je korf. Dus daarom kies ik voor de X-Class hengels met iets meer werpgewicht. De sessie loopt op zijn einde. Het was vandaag een leuke dag, ontzettend koud. Echt op en top winters weer. Het duurde bijna 2 uur voordat ik mijn eerste vis ving. Vervolgens kwamen er eigenlijk 2 uren. Waarbij het telkens best wel lang duurde voordat ik een beet kreeg. Maar toch af en toe een mooie vis. Later op de dag een aantal dikke exemplaren kunnen vangen. Na 4 uur ving ik er zo 3 in een 20-tal minuten tijd. Vervolgens een krab. Nou, die had toch wel mijn voerplek een beetje verstoord. Want ik heb weer 3 kwartier moeten wachten op deze vis. Het is dan ook wel een exemplaar die het wachten waard was. Mooi brasem, echte winterse dikke brasem van zeker 1,5 kilo. Misschien nog wel iets meer. Met deze vis sluiten we dan ook de sessie van vandaag af. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. Mocht er aan de hand van deze video nog vragen zijn of opmerkingen, vragen over een product of wil je graag wat uitgelegd hebben, stel ze gerust in de reactie onder deze video. En tot de volgende keer.